Bubbly. Nou ja, je kon niet lang wachten, hè? Nee. Dus we zitten in je kamer. Ja. Ik ben half in beeld, jongens. Jullie zien me. Ja. Een beetje, ik zal even kijken of ik iets uit kan zoomen. Nee, ik kan niet meer uitzoomen. Ik zit alleen de kat achter de camera. Maar goed, je wil eventjes je koptelefoon. Ik zal even zo meepakken. Je koptelefoon uitproberen. Laat maar eens even zien. Ja, oké. Ik heb hier... Wat is dat? Dit is het koptelefoon naar mijn iPad. Oké. Okay. Omdat mijn iPad... Ik heb de iPad Air 2020. Die heeft dus geen dingetje om je koptelefoon in te doen. USB. USB dingetje. Ja. Dus ik dacht echt zo, hoe ga ik nu ooit hier een koptelefoon aandoen? Ja. Nou, hebben ze daar dus al een dingetje voor gemaakt. Oké, okay, ja. Speciaal voor de iPad. Dus ja, die gaan we maar eens openen. Ja, die had je natuurlijk afgelopen week gehad. We hebben het 2 dagen hier gevlogd. Ja, jongens, dus niet altijd hier vloggen. Nee. We hebben natuurlijk ook nog een normaal leven. Het is echt een minuscule. Oh ja, dit is ons leven. Oh ja. Ja, ja. Goh. Nou, goed. Kijk, ik heb hier het minuscule ding. Nou, het is wel heel klein voor het geld. Het is inderdaad echt heel erg klein. Ja. Hier moet dus je koptelefoon in. En dit is dus mijn... Ja, als het goed is. Passen. Moet hij erin passen? Die meneer die... Tada! Okay. Dan moet hier die in. Dan heb ik hier... Hou je kopje zo. Heb ik hier mijn koptelefoon. Ja, je koptelefoon. Ik hou die er heel even uit. Ja, ga weer. Ja. Met beleid. Ja. Als dit eruit komt. Ja, ja alsjeblieft. Hier. Oh. Oké. Okay. En heb ik hier dus mijn koptelefoon. Ja. Die gaan we dus ook heel even openmaken. Oké. Wat zit er in poes bij je? Ja, ik heb Roosje even... Ik heb namelijk zo'n kattenzak. En Rosie vindt dat kattentrui. Altijd, ja, zo'n kattentrui. En Rosie vindt dat altijd even lekker. Oké. Tenminste, ik heb het nu. Gisteren heb ik het voor de eerste keer uitgeprobeerd. En ja, ze vinden het wel lekker, hè? Ja, je vindt het wel lekker. En ik moest toch heel even wachten op jou, dus ik heb er even erin gedaan. Oh, ze wil meer gaan wandelen. Maar ja, ze kan er zelf uit. Ja, ik heb hem. Even, ja, 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 ja. Ja! Ja, kijk eens aan. Nu voorzichtig openmaken. Ja, dat is hier niet goed, dus kan die terug. Ja, daarom. Oké, nou. Lipje omhoog, lipje naar achter. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Ja, lukkie. Bijna. Dan heb ik hier altijd nog ruzie mee. Zo. Oké, okay, dat is één. Echt heel erg mooi ingepakt. Ja, oké. Okay. Dit is dus de kabel waar het allemaal om gaat. De Recon 70. Kijk, dit is dus de kabel waar het dus allemaal om gaat, wat niet in mijn iPad past. Nee, ik zie het. Dus dan gaan we nou, plasticje eraf. Wow. Niks onder, niks achter. Nee. Oké. Nou. Gaan we maar eens even proberen open te maken, hè, Roosje? Wacht, ik zou hem hier zo liggen, ja? Hier, kan jij ook nog even kijken. Kijk hoe dit open moet. Volgens mij moet ik dit gewoon open schudden. Hier is een zeker. Oh, hier. Kijk nou. Ik heb hier al gelijk 1 knopje. Oké. Okay. En dit knopje is voor het harde en zachte zetten. Oké, okay. Heel goed. Dus... Ik heb hem vast. Ja, jij die zak eraf halen. Nou. Gaat wel moeilijk. Er zit nog iets in de koptelefoon. Ja, zo'n vocht. Zo'n vochtzakje. Uitkijken voor de katten ermee. Hup, dat is niet goed voor de poesje. Zo. Zo'n geluidsmicrofoon. Oh ja, gewoon een microfoontje. Ja, die moet naar voren doen. Zo. Die naar voren, hè? Dus dat is zo die kant op. Ja. Hij kan ook redelijk ver draaien. Nou, zet eens op je hoofd, ik ben benieuwd. Oké, Roos gaat even op mijn arm liggen. Andersom. Koptelefoon naar voren. Microfoon naar voren. Kijk. Nou. Ik hoor je wel echt, het is echt heel, het is best geluid verdovend. Ik hoor je wel. Dempend. Ja, dempend. Oké, okay, nou, ik ga die losmaken. Ik ga even losmaken. Oh, ga je lopen? Nou, oké. Okay. Nou, Roosje heeft weer genoeg geknuffeld. Even kijken hoor. Nee, het
is geen speelgoed. Niet daarop. Ik heb hier nog een. Ze lopen wel eens even. Kijk, nog een ijzertje. Pak het. Pak het. Dan gaan de poesjes ermee aan de gang. Hier heb ik het mooie blauwe kabeltje. Ja. Mag ik dan van jou het hele bijzondere dingetje wat 2 centimeter is? Klik. Dan gaan we nu kijken of het past. Ik denk, het moet wel. Oké, dat past. Nu ga ik hem uitproberen. Ik heb een spel openstaan. Ja. Volgens mij. Er zit, of elk spel voor mij zit wel geluid op. Dus ik ga dus heel even. Welk spel zou ik pakken? Ik ga Dokkerboek even doen. Oké. Okay. Dat maakt ook lawaai. Ja. Maar heb je je koptelefoon aangedraaid dan? Oh, wacht. Ja, misschien is dat. Ja, dan moet ik wel even jullie me open draaien. Oh, kijk, ik hoor Harry. Maar jij hoort ze ook. Ja, nu niet, als je op je hoofd hebt. Nu hoor jij het nu niet meer. Wat zeg je? Hoor jij het nu niet meer? Ik hoor niks meer. Hoor jij het nu nog? Wat zeg je? Hoor je het nu nog? Ik versta je weer. Hoor je het toch? Ja. Hoorde je het nog? Ja, Hoorde je het nog? Ja, ik hoorde het, ja. Oh, wacht. Wacht, niet zo hard zitten dan. Even kijken, hoor dan mezelf. Ik hem. Huh? Wat zeg jij? Hebben de 2 even ruzie? Nou. Ik heb hier een kat. Ja, wat doen jullie? Hey, ik hoor het wel, jij niet. Dus, kan hij ook nog wat groter? Ja, dat kan. Is dat nodig in mijn geval? Nee. Zo. Nou, ik zie het al. Het gaat hartstikke goed komen. Yay. Heb je geluid? Ja. Oké. Okay. Nou, hier kan dus ook met die microfoon kan je natuurlijk dan dan moet ik gamen. Maar jij hebt natuurlijk hier al een microfoon. Ja, ik heb natuurlijk daar al een hele huge. Je hebt daar een hele grote van Blue. Kijk, zo. Je cameraatje. Kijk, hij. Kan je hem omhoog doen? Hij klikt ook. Ja. Oh, er zit iemand op je kaptafel. Asja. Oh. Asja, niet de hele boel lopen, hè? Is die goed zo? Ja. Oké, ja, dat ben je wel blij om. Tjonge, jongens, nou, dat is wat. Lekker stil nu een beetje in huis geworden dan. Ja. Hè? Ja, lekker stil. Ja. Ja, en Bobby die moet wel heel geld. Ja, ik kom heel veel. Hebben we verstaan? Nee, want je zei niks. Oh, ik zei niks. Oh, oké, okay, jammer. Jammer. Ik hoor nog steeds alles wat je zegt. Oeh. Oeh, ja, zeker oeh. Kijk. Ja? Nu staat hij uit. Oh, oké. Okay. En nu staat hij weer aan. Nou. En nu staat hij weer uit. Nou. Hé, hey, succes topper. Dank je. Hoi, dat is een kat. Die is van alles aan het doen. Sloop mijn arm. Nee. Nou, je moet het zelf regelen. Hé, hey, topper. Succes ermee. Dank je. Nou, lekker op de bank. Ja. Zo, er is een beetje haren gebeurd. Ik heb even douchen. Douchen. Nou, dat is wel te zien. Mm-hmm. Oké, okay, wie heb je bij je? Asja, ze heeft net al die tijd heerlijk liggen slapen. Oké, okay, want je bent lekker tevreden kijken. Ja. Expeditie. Expeditie Robinson. Oh, kijk aan. Nou goed. Hé, hey, morgen is vrijdag. Ja. Dus eigenlijk deze hele week zit er in één vlogje. Oh want ja. We hebben natuurlijk even een weekvlog. Het is eigenlijk een weekvlog geworden met korte hoogtepuntjes. Morgen school. Dus ja. Morgen gaan we even naar school rijden. Ja. En dan zien ze ons wel weer onderweg. Ja. We gaan... Zo, goedemorgen weer. Ja. Goede. Jeetje, het waait lekker, schat. Ja, zeker. Maar goed. Zeker net, hè. Hé, het is vrijdag. Yep. Op mijn school. Yep. Nog een speciale ding in de planning? Nee, ik hoop natuurlijk cijfer te krijgen. Oh ja, ja, maar daar gaan we niet meer over hebben natuurlijk. Wat had de juffrouw gezegd? Als ik het nog één keer vraag aan de juf. Ja? Of ze wil nakijken, krijg je toetscijfer niet meer. Krijg je toetscijfer niet meer? Nee. Maar je hebt het toch gemaakt? Ja, maar dan gaat ze niet nakijken. Ah joh. Ik wil gewoon mijn cijfer. En ze moet gewoon de werk doen. Nou goed. Bij spelling duurt het 1 dag en bij taal duurt het bijna een week. Ja. Oh. Oké. Okay. Ja, hopelijk vandaag. Daarom. Spannend. Nou goed. Wat heb je dan verder in de planning voor de komende... Nou, wat wil je van leven vandaag?
Oké. We hebben ook Engels vandaag. Eigenlijk best een drukke dag, want we hebben niet zoveel werktijd vandaag. Ja. En we hebben Blitz. Dat is ook weer iets wat je met de klas moet doen. Oké. Tenminste, nu nog wel. Nu moeten we het nog wel doen, dat Blitz vrij nieuw is bij ons. Ja. Tenminste, op de manier, ja. Kan je oversteken? Ja, kan. Oké, ga eens even oversteken. Ja, is goed. Waar waren we gebleven? De Blitz. Oh ja, Blitz, ja. Dat is vrij nieuw op de manier hoe we het nu doen. Ja. Vorig jaar hadden we het ook die boekjes, nu heb je het echt in een boek en een werkboekje. Ja. Dus we moeten even kijken hoe dat werkt en zo. Ja. Dat ga je vandaag doen. Ja, dat ga ik vandaag. Oké, okay, leuk. Ja. Nou ja. En dan vanmiddag natuurlijk weer paardrijden voorweg. Ja. En dan hoorden we gisteren dat de juffrouw met vakantie is. Ja. Dus juffrouw Bianca is met vakantie. We krijgen dus nu een andere juf. Dus misschien gaat de les nu ontzettend goed. Oh. Laten we het hopen. Ja, ik hoop het. Dat zou het lekker echt zijn. Ik hoop het echt, want ik heb echt eigenlijk bijna geen zin door 2 weken geleden. Ja. Omdat het gewoon zo geen leuke les was. Ja, dat kan. Heb ik gewoon bijna geen zin om naar school te gaan. Naar de manege. Om naar de manege te gaan doen. Ja. Dus ja. Begrijpelijk. Dat is wel minder. En denk je, 2 weken geleden, maar vorige week heb ik niet gereden omdat ik toen naar Kindfeest ging. Ja, glas. Oh. Ja. Dus toen heb ik niet gereden, dus het is nu 2 weken geleden. Dus ja, ik hoop het zo. Ja, want dan kan je een beetje je geleerde kwaliteiten van de andere manege laten zien. Ja. Nou goed, we gaan het vanmiddag merken. Ja. Dat laten we vanmiddag weten. Ja. Voor nu dan even goede school. Dank je. Ik hoop dat het voor jou droog blijft. Ja, ik hoop het ook. Want het is nu al een beetje winderig en het nieuws zei dat het vanmiddag ging regenen. Ja, maar ja. En dan zien we het weekend wel even wat we gaan doen. Als ik dat doe, dan kleed ik me weer om. Ja, dat is zo schat. En 6:30 moet ik toch naar het paard rijden, dan ben ik toch weer omgekleed. Dus. Dat is waar. Maar goed, voor nu even een goede dag. Oké, we moeten snel ons om gaan kleden zo. Kijk, wat regen. Wauw. Ja. Vrijdag. Ons regenland. Ja, ons regenland. We gaan de auto in. Zet alle spullen maar in. Ja, waar? Ja, je moet er wel in. Nat. Ja, je bent niet van zuiver. Heb je al je spullen bij je? Check even. Check. Ik heb hier mijn body protector. Ja. Die handschoenen. Schoenen. Ja. Mijn schoenen, handschoenen. Ja. Okay. Sweet. Sweet. Die gebruiken. En je koffer. De koffer. Oké, okay. Nou, we gaan eventjes naar de manege. Ja. Hey, met het weer regen. Ja, het is echt heel vies weer, maar ja. Het is heel vies weer, het is niet anders. Nou ja, we kunnen er ook niks aan veranderen. We zijn allebei onder de kap. Ja, ik voel nog wel wat druppels, maar ja. Ja joh. Een klein beetje regen. Hey, maar bij de ene winkel was de schoenen niet gelukt. Nee. Dus misschien dan moeten we anders morgen eens even kijken. Bij de Applejack. Yes, waar ik ook deze schoenen vandaan. Ja, waar deze ook vandaan komen. Ja. Maar bij die andere was de maat toch niet goed, nee, zoals jullie zagen. Dus ja, ik kan nog steeds wel door met deze, maar ze worden gewoon langzaamaan ietsje te klein. Ja, dat kan. Ja. Maar goed, wie hoop je vandaag te rijden? Nou, ik wil eigenlijk wel weer iets van een bokpony. Ja, bokpony. Dat is ook geen goede reclame zo. Nee, dat is waar. Ja, je wil eigenlijk gewoon lekker rijden. Ja, dat is waar. Ja. Maar als ik dan toch wel lekker wil rijden, dan ga ik voor... Voor wie zou ik doen? Ja. Voor wie zou je gaan? Pippi. Pippi, oké. Yeah. Nou. Dan denk ik, ja, ik volg Pippi. Dus ja. Ja. Ik dacht even dat ik ze niet goed had gedaan. Oh ja, het kwam natuurlijk zo bij jou. Ja, daarom. Ja. Maar ik had ze wel goed gedaan. Ik sta niet onder de kap. Ja. Niet zo slim. Zo. Nou ja, goed. We gaan dus hier weer niet filmen. Nee. Het weer eventjes helaas. Ja. Ik kom even omdraaien. Dan eventjes... Zo. Zo, naar jullie toe. Hop, zo. Zou je die auto zakken? Ja jongens, we gaan nu niet filmen. Nee. Dus wie weet ooit in de toekomst op deze manege. Ja. Maar zoals het er nu uitziet niet. Nee. Vandaag hebben we denk ik
In de tamtam hoor ik dat er een andere juf is. Ja. Dus wie weet is de les anders. Ja, ik ook. Heel benieuwd. We gaan het allemaal zien. Heb je al je spullen? Even je ring. En dan gaan we eventjes gaan toe lopen. Dus voor nu eventjes geen vlogje. Nee. Nou, klaar. Yes. Yeah. Vertel, hoe ging het? Op wie reed je? Vagebond. Maar Vagebond staat toch bekend om wat... De boktrucs. Ja, die bokt wel, toch? Yep. En heb je dit keer ook gebokt? Nee, totaal niet. Nee, ik denk het niet. Oh, je neus groeit. Ja, inderdaad. Ja. Maar vertel, heb je heel veel gebokt? Ik ben er niet van afgevallen, want mezelf echt nog heel erg verbaasd. Ja. Ik heb wel die naast een keer op de nek gelegen. Oké. Op de nek. Ja. En ik heb wel goed gegalopeerd, moet ik zeggen. Ja. Echt heel goed. Oké. En de draaf ging op een gegeven moment ook heel goed. Oké, super. Ik mocht op een gegeven moment gewoon mocht ik in mijn eentje galopperen. Ik dacht, ja. Ja, je reed wel helemaal. Ik zag je, ondanks dat ging het. Dus je zag wel vooruitgang wat betreft de les. Vertrouwen ook van de juffrouw. Ja. Ja, want ik mocht dus ook het was een andere juf, hè? Ja, we hadden Cynthia. Cynthia was er, de chefin. Andere juf. Vakantie op heeft. Vakantie. Ja, nou, dat heeft het ten goede voor deze les dan. Ja, dat is waar. Dat is even lekker. En hoeveel waren jullie met z'n? Vijven volgens mij. Zessen. Zes. Ik heb niet echt opgelet op de hoeveel uiteindelijk. Oké. Ik heb meer opgelet op Vagebond. Ja, nou ja, die reed heel af en toe. Ze reden. En je hebt wat modelletjes kunnen rijden. Ja. Dus dat ging ik ook goed. Ik heb niet de slangenvolter kunnen rijden. Nee, je slangenvolter heb je niet. Maar ik heb wel gewoon een volter. Ik heb gewoon een ABA en een korte lijn, een lange lijn. Ik heb geen slangenvolter omdat iedereen een beetje slingel de slang reed. Ja. Dus zodra ik dacht, oké, nu is die vrij, stond weer iemand op het midden. Ja. Dus er was eigenlijk helemaal geen plek om überhaupt die slangenvolter te maken. Dus Oké. Ik heb hem maar even laten zitten voor deze les. Ja. Ik heb denk ik 2 of 3 keer geprobeerd en 2 of 3 keer ging fout. Oh, nou. Dus ja. Nou goed, we gaan naar huis toe. Ja. Het is vrijdagavond. Dus Voice. De Voice is vanavond, ja. Voiceavond. Ja, de Voiceavond. Ja. Dus let's go. En eten. Yes, dat zeker. Nou, topper. Alweer avond. Net gegeten. Ja. Paardrijden gehad, school gehad. Het is één groot gekkenhuis geweest vandaag bij jou weer. Leuk, gezellig. Ja. Hey, even kijken. Ik heb hier de kat ernaast liggen. Ja, ik heb hier eentje liggen. Noentje ligt hier. Ik heb daar Asja en Marley. Die liggen een beetje te kijken naar de open haard. Kaya ligt te slapen lekker in de warmte. En Roosje ligt daar. Roosje ligt daar. Zullen we kijken of er één kan. Ja, Kaya gaat zo hoor. Ja, iedereen lekker bij elkaar. Ja. Dus hartstikke goed. Nou goed. Ja. Hey, ik draai me even om de camera. Zo. Iedereen. Ja, goed, ik denk dat we weer afgelaten kunnen sluiten. Het was weer een hele aparte dag. Ja, maar wel een hele leuke dag. Dus een beetje gefietst. Het regent nu heel erg. Ik hoop dat het weekend een beetje beter blijft. Maar goed, dat gaan we wel zien. In ieder geval, jongens, allemaal slaap lekker zo meteen. Ja. En we zien elkaar morgen weer. In ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik in ieder geval wel. En reageer, community, duimpje omhoog, abonneer, alles en dergelijke. Dat kan nooit kwaad. Yes. Ja? Hey, doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!